Mijn naam is Marjan Hazelhoff en ik heb een eigen bedrijf, Bureau Kracht. Ik help leidinggevenden om met minder moeite en tijd het maximale uit zichzelf en hun team te halen. Misschien herken je wel als manager dat je een dilemma hebt met je medewerker, dat hij zijn verantwoordelijkheid niet neemt. En wat doe jij? Je trekt zijn werk naar je toe. Je gaat het oplossen voor hem. Vanuit het idee, vanuit de gedachte, dat uiteindelijk misschien anders de klant teleurgesteld wordt. En daaronder zou weer de angst kunnen zitten dat je hebt gefaald. Op die manier werken veel dilemma's, dat je uiteindelijk onbewust valkuilgedrag hebt, wat ervoor zorgt dat jij niet bereikt wat je wil. In mijn boek leer je belemmerende gedachtes om te zetten naar helpende gedachtes, zodat uiteindelijk er effectief gedrag bij jou als manager ontstaat. En in het zojuist genoemde voorbeeld zou je bijvoorbeeld meer vragen kunnen gaan stellen aan je medewerker, om die ander te begrijpen waarom die geen verantwoordelijkheid neemt. En als je dat doet, ben je eigenlijk al bezig met loslaten, vertrouwen geven en verantwoordelijkheid geven? En met als resultaat dat die medewerker als het goed is verantwoordelijkheid neemt. In mijn boek maak je kennis met mijn eigen ontwikkelde Haselhof methode die aanzet tot echte verandering. En waarom? Omdat je geen tips en trucs krijgt, maar aangezet wordt om echt na te denken over jezelf. En dan beklijven inzichten veel beter en ga je veel meer leren. En ja, dat is soms confronterend, maar wel bewezen effectief.